Tijdens de behandeling van de zaak liet Fouad Belkacem verstek gaan. Bij de uitspraak vandaag wilde de woordvoerder van de extremistische organisatie Sharia for Belgium wel zijn. Hij werd vanmorgen echter opgepakt op het Sint-Jansplein bij een politiecontrole, maar mocht wel zijn uitspraak bijwonen. Compaan van Belkacem en medebeklaagde Anjem Choudhary kreeg een effectieve celstraf van 1 jaar. Belkacem zelf kreeg 2 jaar gevangenisstraf en een geldboete van €550. Het parket vroeg die maximumstraf. We hebben te maken met het feit dat hij dus al reeds voorgaande heeft op zijn veilig gebied. Dat de zaken die hem te lasten gelegd werden veel zwaarder waren dan de tweede beklaagde die maar 1 jaar gekregen heeft. Een dag na het overlijden van Marie-Rose Morel publiceerde hij ook een beledigend filmpje aan haar adres en dat van haar nabestaanden. De echtgenoot van Morel, Frank van Hekken, Philippe de Winter en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding kregen elk €1 schadevergoeding. Ik vind het vooral dom. Zoiets zegt je niet. Als je dat kind kende en als je zag wat hij deed, dan zeg je zoiets niet. Maar ik zeg het nog, alleen met als ze Touch of Rose kan uitstralen, gaat er misschien iets veranderen, want al de rest... De rechtbank heeft duidelijk gezegd dat het gaat om aanzet tot haat, geweld en discriminatie op grond van geloof tegen personen, tegen groepen van personen. En heeft dit ook streng veroordeeld met 2 jaar effectief en €550 boete. Dat is een heel duidelijke uitspraak waar we alleen maar blij mee kunnen zijn, want... Samen met 600 mensen die dergelijke feiten ook aan ons hebben gemeld, zijn we blij dat hier een duidelijk halt is toegeroepen. Het parket vroeg de onmiddellijke aanhouding van Belkacem, maar de rechter ging daar niet op in. Gezien dat de beklaagde aanwezig was, gezien dat de rechtbank rekening heeft gehouden met het feit dat hij in België woont, dat hij dus ook Belgisch, zijn ze daar niet op ingegaan. Aanhangers van Belkacem verlieten al roepend het justitiepaleis. Belkacem kan ook verzet aantekenen tegen zijn veroordeling. De zaak moet dan opnieuw voorkomen.